Leerwerkbijdrage. Wat is het doel van deze regeling? Waar kan de bijdrage voor worden aangevraagd? Wat zijn de belangrijke voorwaarden? En hoe vraag je de bijdrage aan? Dat ga ik jullie in een vogelvlucht vertellen. De leerwerkbijdrage heeft als doel de instroom in de sector te bevorderen. Heeft u een leerling in loondienst of een werknemer... die na zijn dienstverband een volledige mbo, hbo of w-opleiding volgt... dan kunt u hiervoor de leerwerkbijdrage aanvragen. De hoogte van deze bijdrage hangt af van de vorm, het niveau en de duur van de opleiding. Kijk even op deze website voor de exacte bijdrage. Dit gaat allemaal via mijn oom en dat zal ik u zo dadelijk nog even laten zien. Om in aanmerking te komen voor een leerwerkbijdrage dient het bedrijf erkend opleider te zijn en een leerarbeidsovereenkomst te sluiten met de leerling. Daarnaast dient de leerling een erkende opleiding te volgen. Bij een MBO-opleiding is dit eigenlijk altijd het geval wanneer u de praktijkovereenkomst heeft ontvangen. De bijdrage kan worden aangevraagd gedurende de opleiding en het dienstverband. De regeling met daarbij alle uitzonderingen en voorwaarden zijn dan ook terug te vinden op onze website. Heeft u nog vragen over de leerwerkbijdragen? Neem dan gerust contact op met de afdeling vergoedingen. Weten wat ook nog meer voor jou als bedrijf kan betekenen? Neem deel aan onze webinar aan de slag met Oom. Neem een kijkje op onze activiteitenkalender voor meer informatie en inschrijven. Je logt in in mijn oom en ziet u aan uw linkerzijde het kopje bijdrage aanvraag staan. Daar klikt u op en kiest u voor de regeling Leerwerkbijdrage. Dan kiezen wij voor de BBL onder job en dan hebben wij ook meerdere varianten. Maar kunt u deze op dezelfde manier aanvragen. U kiest de leerling om wie het gaat in uw werknemerslijst. En hoeft u de naam van uw contactpersoon niet meer in te vullen, want deze staat reeds vermeld. De details die vult u in zoals ook vermeld op de praktijkovereenkomst. De start van de aanvang van de opleiding, het CREBO-nummer En de onderste twee, die hoeft u niet in te vullen. En dan zullen wij hierna naar de volgende stap gaan. Daar kiest u uw praktijkopleider. Die kiest u ook uit de lijst. Staat deze er niet tussen, dan kunt u ervoor kiezen om deze handmatig toe te voegen met het knopje Nieuw. En ook hier gaan we weer naar de volgende stap. Heeft u vragen of opmerkingen, kunt u die hier plaatsen. Heeft u die niet, kunt u gewoon naar de volgende stap gaan. Controleer uw aanvraag door middel van deze samenvatting. Klopt alles, dan kunt u de aanvraag voltooien. De aanvraag is dan ook succesvol opgeslagen en wordt het aanvraagformulier automatisch gedownload. Deze kunt u laten ondertekenen door uw werkgever en de leerling. En aan de linkerzijde van het aanvraagformulier staat ook bij welke stukken u nodig heeft om de aanvraag te uploaden via mijn oom. En dat ziet u ook aan de linkerzijde van het scherm boven bijdrage aanvragen, stukken uploaden.